Het is om jaloers van te worden, maar jullie hebben weer die prijzen mee mooi naar huis genomen. Gezamenlijke prijzen en individuele prijzen. Vertel eens. Weer? We hebben niet weer prijzen meegenomen. Het is eigenlijk het eerste jaar dat Ghost Knockers in de prijzen valt. De vorige twee jaren hebben wij niks van onze serie gekregen. We werden wel een beetje triest van. En nu, na 3 jaar, mogen we eindelijk een award mee naar huis nemen. En ik denk... ja, dat is een machtig gevoel. Ja. Ja. Marien, hoe was dat hier, het gala van de Gouden Kaas, in zo'n prachtige grote zaal? Ja, het is een onwaarschijnlijk groot verschil met vorig jaar, dat er hier 6500 man in kon, wat heel veel is. Maar dat maakt het des te leuker om zo'n groot moment voor ons te kunnen delen met zoveel mensen die aanwezig zijn. En ook daarna nog te mogen optreden na zo'n fantastische prijzen in ontvangst hebben mogen nemen, dat is een onvergetelijk gevoel. En Lindo, jullie starten ook met een nieuwe tour, vertel eens. Wat mag ik daarvan verwachten? Vanaf... ik was even nog... Ik ben nog even, ja, een tour. Ik was even een gouden kaasveer. We hebben vanaf september weer een tour. Door heel veel theaters in Vlaanderen. Want we hebben inderdaad vorig jaar ook een tour gehad. En toen zaten we maar in zo de 4 grotere theaters van België. Maar nu gaan we ook meer naar de mensen toe. Dus we komen ook naar wat kleinere plaatsen. Zoals Roeselare en Assen en Heistoptenberg. Nederland. Nee, nog niet Nederland. Maar dat willen we ook heel graag. Superleuk. Want ja, mensen gaven vorig jaar aan van ja, het is wel een beetje ver. En dan komen ze liever naar zo optredens van ons als we in de buurt zijn. En nu dachten ze van, hey, laten we dichter naar de mensen toe komen. Dus we komen met een gloednieuwe show. Met ja, eigenlijk een nieuw verhaal. Want dat is best wel leuk dat de theatershow anders is van een normaal optreden. Is dat het echt een losstaand verhaal is. Dus het is een uur en een kwart of anderhalf uur. Het is echt gewoon een leuk verhaal met onze muziek en heel veel special effects. Dus we kunnen er veel van verwachten. En dan vraag ik nog om één gunst. Mag ik de paparazzi gehaald en mij een beetje naar boven halen? Oei, oei, oei. En die vraag ga ik aan Wout stellen. Want Wout, ik vraag me af hoe je eigenlijk die showbiz eigenlijk blijft combineren met gewone persoon zijn. Want ik heb jou onlangs gewoon met de fiets door het stad van Antwerpen zien fietsen. Ja, ik moet ook blijven fietsen naar de winkel. Ja, ik moet ook de dagdagelijkse dingen doen als iedereen. Maar jullie blijven het dus heel graag doen, de Ghost Rockers? Zeker, zeker. En momenten als dit, dat maakt het alleen nog maar extra fijn. Super. Ik wens jullie zoveel wat jullie nog willen. Al jullie wensen mogen uitkomen van mij. Bedankt voor het korte interview. Dank je wel.